Hallo, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ga vandaag mijn hakkencollectie laten zien. Ik ga de schoenen per categorie laten zien en ik ga beginnen met de sandalen. Het eerste paar waar ik mee begin zijn deze Cameron Millen sandalen. Die vind ik heel erg leuk, hoge hak. Wel een hidden sole erin, dus ze lijken hoger dan ze zijn. En ik vind deze altijd super lopen. Dan heb ik deze sandalen. Deze hebben een sleehak en deze zijn van Doen. En witte sandalen vind ik altijd wel heel erg makkelijk om te hebben. Dan heb ik een paardje van United Nude. Deze zijn wel wat hoger, ook al hebben ze een zool van voren. En met elastieke banden. En daardoor zitten ze wel echt heel erg stevig aan de voet. Dus dit zijn wel echt hele, hele fijne schoenen om te dragen. Dan deze. Deze zijn van Geox. En dat is echt zo'n merk waarvan iedereen altijd denkt Geox. Maar die hebben dus echt hele leuke schoenen. Ook wel met een redelijke zool, maar ze zijn heel erg stabiel. Dus deze vind ik ook heel erg top. Nog een paar sandalen. Deze grijze van Doen. Die hebben iets minder hoge hak. En deze zijn vrij bloot aan de voet. Dus dat vind ik onder jurken, zeker als je wat netter gaat, altijd wel heel erg mooi. Dan heb ik deze sandalen. Deze zijn van River Island. En die veet je van voren vast. Deze zijn wel echt vrij hoog. Zelfs van mijn doen vind ik deze wel hoog. Kan er wel goed op lopen. Maar deze denk ik ook altijd wel van... Zo, ik sta wel op een flinke hak. Nou, dat zegt heel wat, want ik loop natuurlijk altijd op hakken. Dan heb ik het volgende paar, deze sleehak. Die vind ik heel erg leuk, want die heeft een hele aparte hak. En van voren zit die zo. Als je hem niet aan hebt, dan zakt dat een beetje uit. Dus die bandjes die kruisen dan. Dus die zijn ook wel leuk. Deze zijn ook wel redelijk hoog, maar door de sleehak valt het best wel mee. Weer een paardje van Doen. Dat is toch wel een beetje mijn favoriete schoenenmerk. Dat zit gewoon super bij mij. Dat zijn deze. Die zijn lak. Lak sleehakken. En ja, die draag ik best wel vaak. Ik vind ze ook heel erg fijn zitten. En ze blijven ook heel erg lang mooi. En deze, ja, ze kunnen eigenlijk overal bij. Ik kan ze heel leuk onder een spijkerbroek dragen. Maar ook met een nette situatie. Ik heb ze ook een keer naar een bruiloft aangehad op het strand. Want ik wilde wel een hak aan, maar wel in het zand kunnen lopen. Dus toen waren ze ook perfect. Dan heb ik deze blauwe sandalen. Donkerblauw, suède. Je ziet wel dat ze blauw is. Leek net of ze zwart leken. Ja, eigenlijk gewoon simpel. Dit is echt voor mij gewoon een doordeweek schoentje. Wat ik ook wel heel erg vaak draag. Wel een redelijke hak, maar niet super, super hoog. En deze zijn van Face 8. Dan mijn meest gedragen sandalen het afgelopen seizoen. Dat deze gewoon, ja, dit zijn voor mij echt sportschoenen. Nou, ze zijn ook aardig versleten. Dat kan je er wel aan zien. Geen hele hoge hak, maar daardoor wel echt heel erg makkelijk als ik even naar school moet rennen of boodschappen moet doen. Ik doe natuurlijk de overblijf. Dus ja, en deze kunnen ook echt wel overal bij, van een bruiloft tot de gewone dagelijkse dingen. Dus heel erg handig. Nog een paar sandalen. Deze zwarte van Doen en die hebben een grote gouden applicatie van voren. Ja, een gemiddelde hak voor mij. Hij is wel redelijk hoog, maar niet heel hoog. En dan dubbele bandjes van boven. Ja, deze vind ik gewoon geweldig. Ik hou gewoon van mijn hakken. Dus volgens mij zeg ik dat over bijna elk paar. Maar... Dan heb ik deze van Guess. Die vind ik heel erg mooi. Maar deze, ze zaten heel strak en ik dacht, nou, dat loop ik wel uit. Maar ze lopen op de een of andere manier niet echt uit. Dus deze draag ik eigenlijk nagenoeg niet daardoor. Dat vind ik heel jammer, want ik vind ze heel erg mooi. Het is ook echt wel heel erg mooi leer. En ik vind Guess niet altijd kwalitatief heel mooi. Maar helaas heb ik die dus heel weinig aan. Dan deze gouden, ook weer van Doen. Daar heb ik echt wel veel van. Gouden hakken. Een vrij hoge hak, maar natuurlijk ook weer een plateautje van voren. Daardoor valt het toch nog wel redelijk mee. Ja, en deze vind ik gewoon helemaal super. Dit, zeker als je uitgaat of een nettere gelegenheid hebt, is dit gewoon top.
Dan mijn meest favoriete sandalen. Dat zijn deze. Dit zijn mijn Jimmy Choo's. Ja, ik vind ze super mooi zitten. Ze lopen ook echt heel lekker. Ik vind het een hele mooie hak. Heel mooi leer. Ja, als je een hakkenfan bent, dan moet je natuurlijk wel een paar Jimmy Choo's in de kast hebben. In ieder geval vind ik. Zeker aangezien ik ook een enorme Sex and the City fan ben, nog steeds. Dan kunnen die niet ontbreken. En zo heb ik nog wel een aantal schoenen op mijn lijstje staan die ook nog wel moeten komen. Maar voor nu deze Jimmy's. En dan heb ik nu een paardje en dat is een vreemde eend in de bijt. In ieder geval in mijn schoenencollectie wel. Maar toch wel handig om één paardje te hebben. En dat zijn deze sandalen. Deze hebben namelijk geen hak. Maar heel soms heb je een gelegenheid dat een hak echt niet handig is. En deze vond ik wel heel erg mooi. En een vrij neutraal kleurtje, want je draagt hem natuurlijk in de zomer. Dus als ik dan toch een plat paar heb, dan vond ik deze wel heel erg handig daarvoor. Omdat ze eigenlijk wel overal bij staan. Dus dat is eigenlijk het enige platte paar in mijn collectie. Dan de categorie pumps. Hier het eerste paardje, die hebben jullie al best wel vaak gezien als je mijn vlog kijkt. Dat zijn deze rode suede lak pumps. Die heb ik best wel vaak gedragen. Dat kan je ook wel een beetje zien aan de hakken. Deze zijn van Geox. En zoals ik net al zei, dat is een merk waar je het niet heel erg van verwacht. Maar die hebben echt wel hele mooie pumps. Ja, deze draag ik gewoon heel veel. Dit zijn gewoon sportschoentjes voor mij. Ik vind dit een van de lekkerste schoenen om op te lopen die ik heb. Dus daar ben ik nog steeds heel erg blij mee. Voor mij ook een dagelijkse pump. Deze is van Linea Zeta. Gewoon een simpele leren zwarte puntpump. Met een beetje een zilver detail erin. Ja, dit is gewoon basic, makkelijk. En het loopt gewoon lekker. Een redelijke hak, maar niet te hoog. Hebben we weer een paardje doen. Die komen heel veel voorbij. Dat zijn deze pumps. Aan de ene kant is die open en aan de andere kant is die wel hoog gesloten. Van leer en suede. Redelijke hak. Ik vind deze kleur gewoon heel erg mooi. Daar viel ik gewoon op. En ik vind de pasvorm ook gewoon super. Dan een paardje pumps van Karen Millen. Deze zijn zwart-wit geblokt. Met kwastjes. Ik vind kwastjes heel leuk. Toen ik mijn schoenen net ging pakken, zag ik ook eigenlijk hoeveel kwastjes ik dingetjes ik heb. Of in ieder geval een voorbewerking. Op de een of andere manier geeft dat het schoen net meer. En deze hebben ook wel een redelijke hak. Ik moet zeggen dat ik deze iets minder draag. Omdat het leer vrij stug is. En dan vind ik dat ik mijn voet wel ga voelen. En niet zozeer dus door de hak, maar door het stug leer. Maar ik draag ze wel af en toe, want ik vind ze wel echt heel erg mooi. Weer een paardje June. Dat zijn deze suede pumps met een hele leuke applicatie aan de voorkant. Ik hou daar echt van. En een hele aparte hak. Dat vind ik een schoen toch altijd wel afmaken. Ja, dit zijn schoenen die ik niet heel veel draag, omdat het heel erg specifiek is en het niet overal bij staat. Maar als ze erbij staan, dan draag ik ze met heel veel plezier altijd. Dan het volgende paar, dat is dit paar. Dit zijn Michael Kors schoenen. Die heb ik in New York gekocht. Al best wel een tijd geleden, maar ik vind ze nog steeds wel echt heel erg mooi. Ook weer suede met lak en dan een band over de voet. En ja, nu draag ik ze af en toe. In het begin heb ik ze wel echt heel veel gedragen, omdat ik ze gewoon heel erg mooi vind. En ze ook wel weer heel lekker lopen. Volgende paardje hebben jullie wel in de vlog al een aantal keer gezien. Deze zijn van Bata, die komen uit Praag. Die vind ik heel erg mooi gesneden en deze zijn natuurlijk een beetje metallic lak. Daardoor wel heel opvallend. Ja, een gemiddelde hak. Niet super hoog, maar ook niet heel laag. En ja, hier ben ik gewoon heel blij mee. Dit is een hele goede koop geweest voor mij. Dan heb ik deze. Die zit een beetje tussen de sandalen en de pumps in. Maar ik denk doen ze toch bij de pumps. Ik vind dat er een beetje een vlekje in zit. Dat zijn deze Karen Millen schoenen. Met open achterkant en open voorkant. Ja... hele goede aankoop geweest, vind ik. Want ik vind ze heel erg leuk onder een spijkerbroek. Maar ook als je wat netter in een jurk gaat, vind ik ze heel erg leuk te onderstaan. Redelijke hak, zonder dat hij heel erg hoog is. Dus hier ben ik altijd heel erg blij mee. Dan nog een paardje Geox. Dat zijn deze.
Dit vind ik een hele mooie pump. Het enige waarom ik ze niet altijd uit de kast pak is dat vind ik de kleur is heel moeilijk te combineren. Bij heel veel dingen vind ik het gewoon niet mooi staan. Terwijl ik de schoenen zelf echt wel heel erg leuk vind. Ook weer met een applicatie van voren. En deze lopen ook echt heel erg lekker. Dus ik ben er wel heel blij mee. En ja, ik moet gewoon nog steeds vinden waar ik ze vaker bij kan dragen. Omdat ik ze gewoon echt heel erg leuk vind. Dan nog een paardje June. Deze hebben jullie wel in de vlog ook gezien als je kijkt. Dat zijn deze zilveren punthakken. Die hebben ook een beetje iets metallics erop. Want ze glimmen heel erg. Vind ik heel erg mooi. Ook een redelijke hak. Nou, deze draag ik best wel. Dat zie je wel aan de hakjes. Eigenlijk moet ik ze even naar de schoenmaker brengen. Dan, die kan mijn hakken altijd weer mooi maken. Want ik vind het zonde om deze weg te doen. Dus dat zijn deze. Dit paar hebben jullie ook in de vlog al gezien. Dit zijn wel een van de allerhoogste hakken. Hij lijkt zo minder hoog, maar gaat echt heel erg hoog. Deze zijn van Brenda Zaro. Ja, ik vind dit wel echt hele mooie pumps. Met die strikjes van achter. En mooie voorkant. En ja, hier ben ik echt heel erg blij mee altijd. Nog een paardje Geox. Deze hebben jullie ook in de vlog wel eens gezien. Een wat rondere punt. En een flinke blokhak erop. In het lak. Nou, dit is natuurlijk een hele makkelijke kleur. Want dit staat bij gewoon heel veel dingen heel erg mooi. En ook deze vind ik leuk dagelijks onder een spijkerbroek. Maar ook als je wat netter bent, kunnen deze wel heel erg leuk eronder zijn. Dus daar ben ik ook altijd wel heel erg blij mee. Nu een pump die jullie echt heel vaak gezien hebben. Deze draag ik echt heel erg veel. Deze zijn van Calexis. Deze hebben een hele hoge hak en ook een bewerkte voorkant. Ik weet nog, toen ik ze zag, twijfelde ik heel erg. Want aan de ene kant zijn ze heel zwaar en wat kak. Maar ik vind als je ze leuk combineert, vind ik ze eigenlijk wel bij heel erg veel dingen staan. En ja, ik vind ze geweldig lopen, ondanks die hele hoge hak. En ik vind ze toch wel heel erg leuk. En dit komt best wel hoog op de voet, waardoor ze toch wel anders zijn dan andere pumps. Voor de verrassing een paardje June. Deze zijn van een best wel apart materiaal. Ze glimmen en ze hebben een beetje een holographic kleur. Als je ze beweegt, dan hebben ze verschillende tintjes. Ik weet niet of dat op beeld heel goed doorkomt. Ja, medium hakje. Dus deze draag ik ook vaak door de week. Boodschappen doen, allemaal dat soort dingen. Want ik vind ze gewoon super lopen. En door het aparte kleurtje staan ze bij best wel veel dingen. Omdat hij ja, een beetje kleur lijkt aan te nemen. Dus dit is ook een hele fijne aankoop geweest. Een paardje United Nude. Ook deze heb ik in de vlog wel vaak laten zien. Deze hebben een hele aparte hak. Hij lijkt, omdat hij hoog uitkomt, hoger te zijn dan dat hij is. Want eigenlijk zou de hak maar tot hier zijn. Dus daardoor lopen ze best wel fijn. En dan een ronde neus van voren. En ook het zooltje hier is wat afgesneden, dus dat maakt ze ook wel wat aparter. En ja, deze vind ik ook echt top. Die lopen ook echt heel erg lekker. Ik heb hier nog een paar. Deze zijn van Lola Cruz. Nou, zoals ik al zei, ik heb best wel veel toch applicaties van voren en kwastjes en alles. Deze hebben dat ook. Een redelijke hak. Maar ook weer een voorzooltje, een plateautje. Dus ze vallen op zich wel mee. En dit zijn schoenen die ik gewoon tussendoor elke keer een keertje pak. Niet heel vaak, maar ik pak ze wel regelmatig. En dan de laatste schoenen in de categorie pumps. Dat zijn deze, ook van Guess. Die heb ik heel veel gedragen. Ik vind ze alleen niet heel erg mooi blijven, dus dat vind ik wel heel erg jammer. Ze beschadigen heel erg snel. Het leer is gewoon niet heel top, maar ik vond ze wel mooi. Ook weer zo'n voorbewerking en een redelijke hak. Ik vind deze kleur wel echt top, want dit is wel heel erg mooi bij ja, heel erg veel outfits. Dus wat dat betreft ben ik er wel heel erg blij mee. Dan een hele snelle categorie. Want in deze categorie heb ik maar één paar schoenen. Dat is de categorie sneakers. Nou ja, ik draag natuurlijk heel veel hakken. Dus sneakers heb ik niet echt. Ik heb alleen deze van Guess. En deze hebben wel gewoon weer een hak erin. Dus dan heb ik toch een sportschoen, maar toch mijn hakken. En deze vind ik gewoon heel erg leuk. En ze zijn ook makkelijk, want ze hebben een ritje. Dus je kan de veter in principe vasthouden. Al veter ik hem eigenlijk altijd. Waarom weet ik niet. Maar deze ben ik dus ook heel blij mee.
De volgende categorie is de categorie enkellaarsjes. Ik heb er niet zo heel veel meer van. Ik had er veel meer, maar ik heb er pas een hoop weggedaan. Dus het is een wat kleinere categorie nu geworden. Ik begin met deze bruine geokslaarzen. Nou, als je de vlog kijkt, deze draag ik best wel vaak. Dat kan je er ook wel een beetje aan zien. Ik vind ze top. Een goede stevige blokhak. En ja, ik vind het modelletje ook gewoon heel erg leuk. Het volgende paardje zijn deze. Een beetje zilvergrijs stof. Dit is een soklaars, dus dit zit strak om je been. Dat vind ik altijd wel heel mooi, want ik vind het niet altijd mooi als laarsjes openstaan. Ze hebben een ronde blokhak en een mooie punt. Ik heb ze niet heel vaak aangehad nog, want ik vind ze af en toe wel lastig te combineren. Waarom weet ik eigenlijk ook niet, want ik vind ze wel heel erg leuk en het is wel een makkelijke kleur. Dus ik moet gewoon nog even uitvinden waar ze mooi bij zijn. Dat is dan deze. Volgende paardje heb ik spanners in zitten, want die vind ik wat lastig anders te laten zien. Dat zijn deze. Deze zijn van de Bijenkorf. Ze hebben een open voorkant en ze hebben een lange band en die wikkel je daar omheen. Dus die knoop je dan weer hier en dan zit die kruislings eromheen. Daardoor vind ik ze heel mooi. Ik vind ze ook een hele mooie kleur. Daardoor zijn ze heel makkelijk te combineren. Die heb ik best wel vaak gedragen. Die heb ik best wel lang al. En ik pak ze nog steeds wel af en toe uit de kast. Dus daar ben ik ook wel heel blij mee altijd. Dan laarsjes die in de vlog wel al redelijk vaak gezien zijn, te zien geweest zijn. Dat zijn deze. Hij pakt de kleur niet heel goed op, want ze zijn veel feller. Ik krijg het niet heel goed in beeld. Deze zijn vloers van Tommy zijn ze, Tommy Hilfiger. En een hele mooie hak. Hij wil deze op de een of andere manier niet echt lekker scherp stellen. En een mooie punt. Ja, ik vind deze helemaal geweldig. Die had ik gezien en daar was ik gewoon verliefd op. En ik moest ze hebben. En ik draag ze ook best wel redelijk vaak. Dus dit is echt een top aankoop geweest. Hier ben ik echt nog steeds heel erg blij mee. En dan het laatste paar in deze categorie. Dat zijn deze Timberland boots. Ik wilde heel graag Timberland boots, maar uiteraard wel de versie met de hak. Ja, wat kan je erover zeggen? Timberland is Timberland. Als je dat kent, dan weet je dat gewoon. En ik vind ze echt super. Ik draag ze ook best wel vaak. Dan zijn we aangekomen bij de laatste categorie. En dat is de categorie laarzen. Ik had altijd heel veel laarzen. Maar op de een of andere manier ben ik die niet meer heel erg gaan kopen. En heb ik wat weggedaan. Dus dat is wat minder. Ik heb nog maar een aantal paar. Terwijl ik nu wel weer denk af en toe van ik wil eigenlijk ook wel weer wat hogere laarzen. Ik heb gewoon heel veel punts eigenlijk meer gekocht de afgelopen tijd. Maar de paar paardjes die ik heb zal ik even laten zien. Ik begin met dit paar. Dit is een paar ook weer van Geox. Ik vind dat ze een hele mooie hak hebben. En ook een hele mooie vorm van voren. Ze zijn van suède. Het is echt heel erg mooi suède. Ja, het is eigenlijk gewoon echt een hele basic laars. En daardoor vind ik hem wel altijd heel makkelijk. Hij kan eigenlijk altijd overal wel weer bij. Dan een paar dat ik in de vlog wel een aantal keer al heb laten zien. Dat zijn deze Overknee laarzen. Die zijn van Bronx. Die heb ik al best wel lang. Maar ik vind ze gewoon heel mooi. Ze zitten heel erg goed. Hele fijne hak. En ze blijven ook gewoon heel mooi. Dus ik denk niet dat ik die ooit weg ga doen. Ja, of ze moeten gewoon op zijn. Dus dat zijn deze. En dan met de witte stiksels erin. Dan een paardje wat pas ook in de vlog volgens mij een paar keer langs is gekomen. Dat zijn deze bordeauxrode ook Overknee laarzen van leer en stof. Ik weet niet van welk merk deze zijn, want ze komen uit Praag en er staat iets op wat ik niet uit kan spreken. Ja, wat moet ik over zeggen? Ik heb ze pas aangehad en ze zijn een beetje vies en ik ben een hakje kwijt, dus ze moeten echt nodig naar de schoenmaker. Zou ik ze nog helemaal niet vaak heb gedragen, maar ja, dat is als je in het park gaat lopen. Maar ik ben er wel heel erg blij mee met deze. En dit is dan wel weer een paar laarzen wat ik pas dan gekocht heb. En dan het laatste paar in deze video. Dat is ook wel echt een van mijn mooiste paren, vind ik zelf. Dat zijn deze. Dit zijn de Louboutin Forever Tina's. Ja, dit was ook liefde. Ik had ze gezien en ik moest ze gewoon hebben. En als je loopt,
dan beweegt hij alle kanten op. En ik vind franjes altijd gewoon heel leuk. Het maakt het schoen gewoon heel erg speels. Ja, en de hele mooie rode zool natuurlijk. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Die heb ik toen uit Amerika laten komen. Ik heb ze best wel lang al, maar ja, deze blijven gewoon bij mij. Ik draag ze niet heel vaak. Ook een beetje omdat ik het zonde vind. Omdat ik ze gewoon te mooi vind om vaak te dragen. Dus ik draag ze echt alleen met gelegenheden waar ik ze wel mooi kan houden en toch aan kan doen. Maar ik blijf er verliefd op. Zeker na al die tijd nog steeds. Ik hou ze ook altijd heel mooi op spanners. Dus ik vond dit een heel erg mooi paar om de video mee af te sluiten. Dat was mijn schoenencollectie. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Geef even een duimpje omhoog. Abonneer je hieronder als je dat nog niet hebt gedaan. En dan hopen we je weer terug te zien. En bedankt voor het kijken. Doei!